Naast mij staat een meer dan trotse directeur van Disma Reizen, Werner van Disseldorp. Ja, u bent natuurlijk hartstikke blij, want u bent reismanager van het jaar geworden. En u heeft die prijs uit handen gekregen van een prestigieuze organisatie, de Dutch Travel Award. En het is nog niet eens de enige prijs die jullie hebben gehad. Nee, klopt. Er was nog een tweede prijs voor reisadviseur van het jaar. En die is gewonnen door een collega van mij, Roxanne van de Heuvel, van ons kantoor in Hilvarenbeek. Dus er waren eigenlijk twee grote reiswereldprijzen die toevallig allebei tegelijkertijd bij ons vielen. Dus het is echt bijzonder, hè? Ja, dat is bijzonder, inderdaad. Wat betekent het, ook deze organisatie? De Dutch Travel Awards die reiken eigenlijk intern allerlei prijzen uit binnen de branche. Bijzondere prestaties. En reismanager van het jaar en reisadviseur van het jaar zijn twee bijzondere prijzen voor ons. Maar wat heb jij wat die ander niet heeft? Ja, dat zou je te kijken aan de jury moeten vragen, dat weet ik niet. En jij hebt een rapportje gekregen of niet? Nee, nog niet. Ik ben voorgedragen door collega's uit de branche. Het is een bijzondere prijs. Het zijn allemaal, als je kijkt naar het rijtje, namen die prijs hebben gewonnen. En noem ze eens. Ja, Joop ter Haar, oprichter van Overreizen, Martin Schreuder, Martinair. Echt de grote. Attilay Oeslu, Corendon. En nou staat jouw naam daar zo maar bij. Ja, nou is dat relatief kleine MKB'er. Relatief. Volgens mij heb ik begrepen, jullie hebben 5 winkels, 20 websites. Klopt. En dan verkopen jullie ook nog beleefreizen. Ja, eigen touroperator, ja. Dat is niet niks. Nee, het is ook niet niks. Maar het is natuurlijk in verhouding niet zo groot als een bedrijf als Corendon of OAT was, helaas. Moet ik inmiddels zeggen. Ja. Het is wel bijzonder. Hoe zou je jullie bedrijf typeren? Wat maakt het uniek? Kijk, ik denk dat de klant daar in zoverre weinig van merkt. Ik denk dat we 20 jaar geleden 100% voor die klant gingen en dat doen we nog steeds. Alleen wat veranderd is in die tijd, onze branche is heel erg veranderd en wij zijn heel erg mee veranderd. Wat heb je dan gedaan? Ja, we hadden al in 1999 de eerste boekbare website. We waren vroeger een reisbureau, een bedrijf wat reizen verkocht, maar die reizen werden georganiseerd door iemand anders. Ja, we hebben al jaren geleden eigenlijk ingezien dat daar niet meer de toekomst ligt. Hè. Dus we organiseren nu bijna 50-60% van wat we verkopen, organiseren we zelf. Even naar de uitgaven, want we zitten niet in de meest floriserende periode. Nee. En toch heb ik begrepen dat dit jaar per persoon €3.300 wordt uitgegeven om te reizen. Dat vond ik heel erg veel. Ja, dat is ook heel erg veel. Nou ja, reizen wordt door het Nederlandse publiek toch wel als heel belangrijk beschouwd. We hebben natuurlijk, de meeste van ons hebben een druk en hectisch bestaan. En het op vakantie gaan, 1 of meerdere keren per jaar, in allerlei vormen. Hè. Dat kan van een paar dagen lekker hier in Nederland aan zee tot een grote verre reis. Ja, dat zijn dingen die er voor de meeste Nederlanders voor het echt bij horen. Nu heb jij geen toerisme gestudeerd, hè? Nee. Je bent in deze branche verzeild omdat jouw moeder, het was een familiebedrijf. En tijdens jouw studententijd had je een baantje. Nee, zo was het eigenlijk niet. Ik heb wel altijd de ambitie gehad om een eigen bedrijf te hebben. Ja, wat heb je gestudeerd? Bedrijfseconomie en marketing. Ja. En ik dacht eigenlijk dat ik een bedrijf zou gaan beginnen in bedrijfsfeesten. Ik werkte in de kroeg, ik speelde in een band. Ik zie je er wel staan. Ja, nou, leek me leuk om te combineren. Maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen, want ik was klaar met studeren. Ik ging mijn vader zat ook in het bedrijf helpen met een project. En eigenlijk ben ik blijven hangen en nooit meer weggegaan. Dus je bent uiteindelijk helemaal op de juiste plaats terechtgekomen. Nog heel even een blik op de toekomst. Waar gaat het naartoe? Hoe gaan we reizen? Wat wordt de trend? Waar gaan jullie op inzetten? Waar gaan wij op inzetten? Ja. Wat je heel erg de trend ziet worden, is dat alles steeds flexibeler wordt. Hè. Dus waar wij 10 jaar geleden nog vooral pakketreizen verkochten. En die waren dan 8 of 10 of 12 of 15 dagen. Daar zie je eigenlijk langzaam verdwijnen. Hè. De traditionele tour operators komen steeds meer onder druk te staan. Dus als je kijkt naar wat wij nu doen, is bijna altijd losse hotels, losse vluchten, losse belevenissen. Weet je wel? Dat het niet alleen maar vakantie is, een bed en een vliegtuigstoel. Maar dat mensen op vakantie allerlei mooie belevenissen kunnen doen. Die samen combineren tot eigen pakketten en die verkopen. En dus dat doen we steeds meer. Vroeger was het veel meer een standaard pakket. En tegenwoordig is eigenlijk bijna alles maatwerk. En wat we in onze winkels zien is dat steeds meer mensen gaan verre reizen maken. Alles kan bij jullie online en offline. Het is maar net wat je wil en met wie je dat wil. Wij zijn trots op jullie. Nou. Geniet van de prijs. Dankjewel. En gouden toekomst voor de aankomende jaren. We gaan ons best van doen. Dankjewel. Thank you.